Wat we ook eten vandaag de dag, daar zit al plastic in. Tientallen jongeren uit binnen- en buitenland zijn bijeen om het plasticprobleem aan te pakken. Er worden 20 jongeren geselecteerd die met een talship de wereld overvaren om verschillende duurzaamheidsvraagstukken op te lossen. Ze gaan door 4 sessies heen. Sessies die te maken hebben met wat gebeurt er allemaal aan boord. Ze moeten hier ook het schip, het opleidingsschip van de zeevaartschool Kaatje. Gaan ze leren hoe ze zo'n schip moeten tuigen. Look up what's happening. Eh? We only need 45 degrees. Wat ben je aan het doen? Ik ben proberen om op de goede manier de touw te bracen, oftewel op deze stok te zetten. Dat is eigenlijk gewoon het zekere van die touwen. Ja, en dit is natuurlijk wel echt iets heel vets. Het is ook een droom die voor me uitkomt. Gewoon op een zeilschip de oceaan overgaan. When I heard about it, it's the sea. I love the sea and I love to make things. I love to do something, like to make an impact if there is a possibility. So she will give directions and you just follow them. De selectie duurt 2 dagen, waarbij de jongeren worden getoetst op uithoudingsvermogen, creativiteit en samenwerking. In augustus begint de expeditie en mogen de jongeren direct aan de slag, wat volgens Edwin hard nodig is. Er moet wat gebeuren. En omdat we niet meer willen wachten totdat de overheid wat gaat doen of de industrie, hebben we gezegd van we gaan een schip regelen, we gaan bemanning zoeken. Jongen, de nieuwe generatie. En we nemen vraagstukken mee, echte vraagstukken van de industrie. En die gaan we oplossen en die geven we weer terug aan die industrie van dit zijn onze ideeën. Dit is misschien wel de oplossing waarin we geloven. En ga ze nou alsjeblieft implementeren. En eigenlijk niet alsjeblieft implementeren, je gaat ze implementeren.